Wie is de beste schoolzwemmer van Groningen? Dat vochten gisteren 100 kinderen uit in een kolkend zwembad De Parrel. De schoolzwemkampioenschappen werden georganiseerd door zwemvereniging Trivia in samenwerking met Be Slim, een project van de gemeente Groningen. Trivia is blij met het evenement dat de zwemsport onder de aandacht brengt bij kinderen. Jazeker, daarom organiseren wij dit ook in samenwerking met De Parrel en de gemeente Groningen om toch de zwemsport een beetje te promoten. Ook Be Slim is blij met het toernooi. Samen met allerlei sportverenigingen organiseren zij meerdere toernooien. In samenwerking met de sportverenigingen en met Be Slim zorgen we dat de organisatie staat en dat de scholen op de hoogte zijn en dat de aanmeldingen binnenlopen en al dat soort dingen. Be Slim wil de jeugd in de stad aanzetten tot meer beweging. Om kinderen te stimuleren om te gaan sporten, om bepaalde normen en waarden mee te geven en ze in de maatschappij bij te brengen. En om ze de grenzen over te gaan om te blijven bewegen. De zwemmers in De Parrel hadden gisteren in elk geval veel plezier. Een van de fanatiekelingen was Erik Voets van de Bredero School. Hij zwom met zijn team onder meer de estafette. Nou, met de estafette zwemt iedereen één baantje. Ze mogen zelf weten wat ze zwemmen, maar de meeste kinderen doen borstkool, omdat dat het snelst gaat. En dat vind jij ook de leukste afstand? Ja, borstkool is mijn lievelingsafstand samen met vlinder. En ja, dat zijn gewoon lievelingsafstanden. Een vlinderslag is wel moeilijk, toch? Ja, maar als het eenmaal goed kan, dan is het altijd heel leuk. Uiteindelijk zaten de beste zwemmers gisteren in het team van Erik. Zij wonnen het algemeen klassement.